Mees Bakker is weer helemaal terug bij AZ. De doelman moest lang vanaf de zijlijn toekijken vanwege een dubbele armbreuk, maar nu dus eindelijk niet meer. Ja, gaat nu goed. Sinds 3 weken weer fit. Dus na 10 maanden bijna blessure. En gelukkig nu weer 2 potjes gespeeld en vrijdag mijn 3e. Dus in principe gaat het nu goed met me. Hoe voelt het om weer fit te zijn? Ja, top. Je merkt echt pas wat je mist, zeg maar, op het moment dat je het niet meer doet. Dus ik ben blij om nu weer op het veld te staan. Op het veld herinnert het verband op zijn arm nog aan de blessure. In principe is het gewoon een gipsprothese, zeg maar. En het zorgt er eigenlijk voor dat de klappen die ik opvang met duiken, die vangen het eigenlijk op, zeg maar. Want er zitten nog 2 platen in mijn armen, die mogen niet afbreken, zeg maar. Dus daarom. Wat merk je ervan als je onder de lat staat? Qua keeper heb ik soms nog wel een beetje terughoudend. Omdat het gevoel is nog niet helemaal zoals het was. En ik voel zeg maar nog lichte pijn in mijn arm. Maar dat is puur door die 2 platen die in mijn arm zitten. En dat is het eigenlijk. Hoe moeilijk zijn de afgelopen 10 maanden voor je geweest? Ik moet zeggen, in het begin viel het nog wel mee. Was nog wel te doen. Ik dacht, corona. Iedereen is thuis. Dus toen ging het wel. Dus ongeveer een periode van 5 maanden. En toen uiteindelijk kwam iedereen langs weer op de club. En dan merk je toch wel van wat je mist. En je ziet iedereen voetballen. En toen werd het wel lastig, zeg maar. En vooral de laatste paar maanden, dan kijk je er heel erg naar uit. Maar dan duurt het extra lang, zeg maar. Inmiddels heeft Bakker ook weer onder de lat gestaan bij Jong AZ. De afgelopen 2 wedstrijden begon hij in de basis. Ja, eindelijk. Ja, helaas wel 2 potjes verloren. Wel allebei nipt. Tegen Cambuur staan eerste. Dus het is alleen maar mooi dat we daar partij tegen hebben geboden, zeg maar. En Topos was dan mijn eerste wedstrijd en dan nog een hoogtepuntje dat ik een penalty pak, zeg maar. Om weer erin te komen.